Het grootste geheim van DWDD is eindelijk onthuld, uitroepteken.de door doorbeleefd vanavond zijn allerlaatste alle aflevering ooit. Maar voordat het zover is, onthult het programma zelf een geheim dat ons al die tijd nog nooit was opgevallen. Had jij het wel door? Het is misschien wel het best bewaarde geheim van onze redactie, vormgever Thijs verstopte jarenlang eentjes in het decor van DWDD, zonder dat jij het door had, schreef DWDD vandaag op zijn website. Nee, dat hadden wij dus eerst niet door. Je verwacht zoiets ook niet, natuurlijk. Maar wat bezielde deze Thijs? Heeft hij een eend een fetisch? Nee, er zit eigenlijk een hele romantische gedachte achter. Thijs maakte er een sport van de eendjes in de meest rare vormen en plekken te verstoppen, beschrijft de talkshow. Ja, inderdaad, dat zien we, maar. Waarom? In hemelsnaam. Het heeft alles te maken met zijn vriendinnetje. Mijn vriendin en ik noemen elkaar eentje. Dat is gebeurd op een festival, toen ik een paar drankjes op had. Ik kon helemaal geen keuzes meer maken en ik liep maar gewoon een beetje achter haar aan te waggelen. En toen zei ze de dag erna, je liep achter me aan als een neentje, de hele dag. Het verstoppen van bardeentjes is dus eigenlijk een sorteerbeton aan zijn vriendin Iris. Wat lief! En door Thijs kunnen we tegenwoordig moeilijk met een bosje bloemen aankomen bij onze partner. Deze gast heeft de lat erg hoog gelegd. Elke keer als ik een eentje verstop, dan bedoel ik haar ermee, legt hij uit. Thijs is er zo'n zes jaar geleden mee begonnen, dus we kunnen nu in de archieven duiken om misschien wel honderden verschillende eentjes te spotten. Goed zo, dan hebben we iets te doen wanneer we na vanavond met zijn allen in een DWDD-loofzwart gaai vallen.